Adem in, adem uit. Jij je sokken. Hier even een probleempje op te lossen. Lekker buiten eten. Hier is Sen. Ik red het helemaal niet meer. Zo, goedemorgen lieve mensen. Het is maandag voor mij. Voor jullie is het woensdag en welkom bij mijn derde dagvlog. Ik heb er weer zoveel zin in. Ik vind het zo leuk om dit te doen en om jullie elke dag mee te nemen. Wat ik al zei, voor mij is het maandag en vandaag kwam mijn eerste dagvlog online. En ik kreeg zoveel leuke, fijne reacties van jullie. En dat is ook echt wat ik hoopte. Dat we elkaar hier gewoon doorheen kunnen slepen. Lekker contact kunnen onderhouden en dergelijke. En ja, misschien ook tips en zo uitwisselen. Dat vind ik echt het leukste. Dus dank jullie wel daarvoor. Ja, Senna is boven zijn huiswerk aan het maken. En Sophia die is echt al een uur bezig met strijkkralen en storytell. Dus dat is echt heerlijk. Ik ga zo een fruitje voor ze maken. En dan ga ik heel even een beetje poetsen in huis. Want het is echt een chaos bij ons thuis. En daar kan ik heel slecht tegen. Het is gewoon niet anders. Maar goed. In ieder geval. Ja, nou, laat weer lekker een reactie achter. Vind ik super leuk. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En veel plezier met kijken van deze vlog. Onder de bank. Nee. Onder de stoel. Nee. Zit ze misschien... Hier. Ben je verstopt? Ik was verstoppelen. Het is wel toepassend voor Senna vandaag. Dus Senna gaat lekker aankleden en dan ga ik de kleren voor Sof. Oh, Sen. Hang hem eens netjes op, gekkie. Oh, en je moet wel je kleren in de wasmand doen, jongen. Senna die gaat nu lekker werken. Het is 9 uur. En... minstens 9:10, denk ik. Oh, nou, het is minstens 9:10. Maar goed, het streven was om 9 uur te werken. Dus hij mag op de tablet beginnen vandaag. Want hij gaat... Ginzy is rekenen, hè, Sen? Ja. Oké. Okay. Of spelling. Oh, maar welke moet je doen? Spelling is ik snap hem. Misschien is dat spelling juist wat je moet doen. Ginzy. Nee. Want eerst staat rekenen les 4 Ginzy. En daarna spelling. Dus eerst rekenen 4 les Ginzy, ja? Oké. Goed zo. Succes. Terwijl Senna aan het werk is, heb ik hier even een probleempje op te lossen. Want wat is er gebeurd, Sof? De bak ging hier zo over de tafel. Oh jee, deed ik dat helemaal vanzelf? De bak deed dat zelf. Oh, nou, zou mama jou helpen? Ja. Doe jij de grond en doet mama de tafel? Ja? Nee, ik doe ook even deze, oké? Doe ook deze. Ja, helemaal goed. Zo. Ik doe eerst even deze. Ja, helemaal goed, meis. Zo, ik heb 2 bakjes fruit voor de kinderen. Ik heb gewoon appel, banaan en mandarijn. En ik ben wel heel erg benieuwd wat het lievelingsfruit is van jullie kinderen. Die van mij is mango, dat heb ik nu niet. Maar ik lees het heel graag voor jullie terug hieronder in de comments.
Zo, we gaan even iets heel leuks doen. We gaan even sporten. Ik ga even het sportmatje halen. En Sof gaat knuffels halen. En dan gaan we jullie laten zien wat we gaan doen. Oh ja, daar heb je ook een knuffel. Goed zo. Nou, zet de doos maar in. Mama. Niet zeggen. Komt. 1, 2. Ik heb de knuffels. Ik doe ze even zo in de bak. Nou, weer terug. Terug. Ik wel. Oeh, iets naar voren. Zo? Ja. Ga Ja, het is lekker weer. We kunnen lekker buiten eten. Hier, Sam, deze is voor jou. Die is voor jou. En dan heb ik hierna nog wat lekkers voor jullie. Ja. Ja. Zo, het is kort over 1. En Senna gaat spelling doen. Nou, succes, Moppie. Kinsie, Google Meet, Fakta. Fakta? Moet je dat doen? Nee. Oh, wacht. Kinsie. Oh, mensen, het is nu 1:30. En ik zit even in een heel heftig inkakmoment. Oh, adem in, adem uit. Senna heb ik aan het werk gezet. En Sophia die is in de woonkamer. Maar het is de hele tijd dat eentje mij roept. En dat snap ik natuurlijk heel erg. Goed, maar als moeder is het echt even aanpoten. Ook omdat je natuurlijk in huis bezig bent. Dit nog even moet doen en dat nog even moet doen. Dus ik heb nu echt zoiets van help. Ja. Vanmorgen dacht ik van, ging het allemaal zo lekker en zo goed. Toen dacht ik van, jee, als het elke dag zo gaat, dan mag ik heel erg blij zijn. En toen appte Vincent rond 11:30 dat het bij hem op zijn werk echt drama is. Want hij werkt in een glutenvrije webshop, familiebedrijf. Dat is glutenvrijwebshop.nl en daar is het zo bizar druk en er gebeurt er van alles en weet ik veel wat. En hij appte van ja, vanavond ben ik weer laat. En toen zei ik van oh lieverd, maar dat geeft niet, wij redden ons wel. Maar ja, zo voelt dat nu dus niet meer. Nu denk ik, pff, ik red het helemaal niet meer. Kom naar huis, nee. Maar het is even heel erg lastig en ik kan me indenken. Ik weet zeker dat jullie dat ook allemaal hebben. Ik ben wel heel erg benieuwd wanneer jullie inkakmoment is, zeg maar. Is dat juist 's ochtends of ook in de middag nu? Of 's avonds? Ik ben heel erg benieuwd en lees het heel erg graag hieronder in de reacties. Zo, ze mogen elke middag een filmpje uitzoeken. En nu Incredibles 2. Oh, dit zijn mensen. Heb ik dus vanmorgen al die trappen in huis schoongemaakt. Kijk nou, dan loopt er een kind met een cracker de trap op. Echt verschrikkelijk dit.
zulke mogelvies worden, oké? Okay? Ja. Maar dan gaat ze vanzelf weer weg. Oh ja. Door de wind. Ja, wat wij eten vanavond? Ik ga broccoli maken, deze. En we hebben de Wonderburger. Die ga ik ook lekker maken. Het is vegetarisch. Zo, nou. En dan kunnen we lekker eten zo. Lieve mensen, ik ga deze vlog afsluiten. Het is 7:30 en ik krijg net een berichtje van Vincent dat hij echt heel laat thuis komt. Dat betekent dat ik de kinderen alleen naar bed moet brengen en dergelijke. En dat ik dan ook nog deze vlog moet gaan editen. En ik wil het mezelf niet te druk gaan maken. Dus ik dacht, ik ga hem nu gewoon afsluiten. Dan heb ik zo meteen gewoon alle tijd om dit rustig allemaal te gaan doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Laat een leuke reactie achter in de comments. En heel graag tot morgen.